AOW, de Algemene Ouderdomswet. In 1956 wordt de AOW-wet ingevoerd. De Algemene Ouderdomswet houdt in dat de hele bevolking in Nederland na zijn 65ste een kleine hoeveelheid geld krijgt van de overheid. Die wet geldt alleen voor iedereen die legaal in Nederland woont en tussen de 50 en 65 jaar is. Van 1 januari 2014 wordt de leeftijd verhoogd met 1 maand. Zo gaat het jaarlijks 1 maand omhoog en komt uiteindelijk uit op een leeftijd van 67. Iedere werkende Nederlander betaalt de belasting en premies aan de overheid. De AOW gaat in op de eerste dag van de maand waarin je 65 wordt. Aan het eind van de maand krijg je dan AOW-pensioen binnen. Het bedrag hangt af hoeveel jaar je recht op hebt gehad op de AOW en van je woonsituatie. Wij leggen de AOW uit in pijlers met als voorbeeld een kop koffie. Eerste pijler, dus het kopje koffie, betekent AOW. In Nederland heeft iedereen na zijn 65ste recht op een AOW-uitkering. Deze pijler is de enige die sowieso iedereen krijgt. Tweede pijler, de laagschuimige koffie. Betekent pensioensopbouw via je werkgever. Het pensioen dat je opbouwt via je werkgever heet je werknemerspensioen. Dit geld is een aanvulling naast je AOW. Door pensioensregelingen bouw je een pensioen op via je werkgever. Dit verschilt per werkgever en het is niet verplicht om dit te krijgen bij elke baan. Derde pijler. De topping, cacaopoeder. Persoonlijke aanvulling. De AOW en het werkgeverpensioen en de laagschuim willen veel mensen ook nog zelf sparen van hun pensioen. Die aanvulling op pensioen kan verschillen uit aandelen, lijfrenteverzekering of gewoon een spaarrekening. Einde.